Tot een paar jaar terug wilde ik ook overal doosjes van hebben, maar ik ben er echt mee opgehouden. Alles moet digitaal, Kobus. Nee, absoluut niet. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. En ten eerste, het is gewoon hartstikke leuk om te laten zien dat je gewoon een boekenkast vol met games hebt. Dat is gewoon dat je een gamotheek hebt, zoals ik altijd zeg. Dat vind ik gewoon hartstikke mooi om te laten zien. Zoals mijn ouders een boekenkast vol met Tweede Wereldoorlog boeken hebben, wil ik gewoon mijn spellen kunnen laten zien. En gewoon als doosjes eruit kunnen halen en dan al kunnen laten zien, dit is Uncharted. En dan ziet iedereen meteen wat het is. Anders moet ik het eerst de console opstarten, het spel opstarten, om een beetje het idee te geven van wat het nou is. Oké, maar hoe vaak doe je dat? Ik bedoel, het staat in die kast en het staat gewoon stof te happen. En die ene keer in het jaar dat er een keertje iemand langskomt die niet weet wat een Uncharted is, dan kan je laten zien, kijk, hier is het doosje. Maar dan kan je toch ook gewoon op Google, Uncharted, kijk, dit is Uncharted. Ja, nee, dat is voor mij niet zo. Als ik het op Google doe, dan heb ik het zelf niet. Maar ze komen best regelmatig langs om dat te laten zien. Maar wat ik een ander punt vind, is dat als bij digitaal, dan ben je heel erg afhankelijk van dat het systeem blijft bestaan. Nu, de SNES, het is al lang dood. Er wordt niks meer voor gemaakt, maar ik kan nog altijd spelen. Als een PlayStation 4 alleen digitaal is en Sony houdt het op met ondersteunen en het stopt gewoon helemaal, het PlayStation netwerk gaat offline, alle servers gaan offline, kan ik mijn spellen dan nog wel spelen? Oké, maar laten we eerlijk zijn. Stel nou dat de PlayStation 2 al volledig digitaal was geweest. Dan had je dus nu geen PlayStation 2 games meer kunnen spelen, omdat misschien Sony die knop omzet en dan is het offline, zeg maar, weet je. En sure, daar kan ik inkomen. Maar hoe vaak check jij nog die PlayStation 2 games? Hoe vaak check je PlayStation 3? Je hebt maar PlayStation 4 om PlayStation 4 games op te spelen. En nu speel je ze en over 2 jaar, je bent ze alweer vergeten. En dan zet je ze ook nooit meer op. Dus waarom moet je dat doosje bewaren? Nou, voor wat? Vanochtend pakte ik mijn tas in om hier naartoe te vertrekken. En weet je welke console aangesloten stond op mijn tv? Een GameCube. Waarom? Dat geweldig ding is. En mijn NES heb ik laatst laten repareren. En ik wissel nog regelmatig tussen die dingen. Sommige spellen wil je gewoon blijven spelen. Maar Majora's Mask is voor mij een reden om een Nintendo 64 minimaal 2 keer per jaar opnieuw op te starten. Laten we het even over de voordelen van digitaal hebben. Kijk, de reden waarom digitale games nog steeds niet goedkoper zijn dan de doosjes, is omdat er doosjes zijn. Kijk, en Sony die kan wel zeggen van, nou, hè, laten we een voorbeeld noemen, The Last of Us. Die kost digitaal €45 en in de winkel met een doosje kost die ook €45. Als Sony zegt, ja, digitaal €35, dan fucken zij daar zo hard de retailers mee dat ze dat niet doen. Ja. En de hele reden waarom die games nog steeds zo duur zijn, ook digitaal, is omdat er nog doosjes zijn. Kappen met die onzin. Ja, ik ben wel blij met dat het nog steeds er is. Ik vind het leuk om naar zo'n gamewinkel te gaan. Ik zou het jammer vinden als die gaan verdwijnen. Of dat ik het hele land moet afrijden omdat we nog maar 1 gamewinkel in het land hebben. Dat zou ik gewoon ontzettend jammer vinden. Mm-hmm. Als ik kijk naar mijn PC, ik speel ook af en toe op mijn PC. Maar het is gewoon lang niet zo aantrekkelijk. Omdat ik gewoon daar geen doosje van heb. Het ziet er allemaal niet geordend uit. Alles staat gewoon als team. Alsof de game daar minder van wordt of zo. Weet je? Alsof je dan een mindere ervaring hebt omdat je het doosje niet hebt. Ja, voor mijn gevoel heb ik dat. Als ik dan een game room heb en er staat helemaal niks. Er staan een aantal consoles en verder. Ik heb geen spelletjes, geen doosjes. Dan is het voor mij, voelt het dan leeg. Je kunt dan wel allemaal van die statues hebben, maar daar heb ik gewoon niks mee. Ik wil gewoon een mooie kast hebben. Nou, dat is één punt waar ik het wel met je eens ben. Is inderdaad, kijk, hele vette special editions. Die kan je tegenwoordig ook best digitaal downloaden. Dat je wat dingen in de multiplayer krijgt. Wat skins of wat wapens of weet ik veel wat. Maar inderdaad, die statues, die kan je niet downloaden. Dat wordt heel erg lastig. Dus wat dat betreft ben ik het zeker met je eens. Maar voor al die andere normale games denk ik echt, jongens, laten we er gewoon mee ophouden. Het is klaar met retail, het is alles digitaal. Gewoon download, alles staat op je harddisk. Veel makkelijker. Ja, ik blijf benieuwd tot er één partij gaat omvallen. Of dat nou Origin is, of Steam, of welke dan ook. Op een gegeven moment is niks meer speelbaar en daar ben ik gewoon heel erg huiverig voor. En bovendien wil ik ze gewoon hebben, want het ziet er echt super vet uit. Ja. Nou, we agree to disagree. Jij hebt vast ook een uitgesproken mening hierover. Drop het in de comments. Laat het weten. Ik vind alles moet digitaal. Kobus die zegt, nee, ik wil gewoon lekker mijn doosje hebben in de kast. Voor beide valt op zich iets te zeggen. Laat het weten wat jij ervan vindt. Ja, jo. En ik heb gelijk.